Uh, naar nou, heel iets anders. Uh, Slowakije namelijk, die uh, ontwaakt na de moordanslag op premier Fritzio. Van uh, over de hele wereld komen geschrokken reacties binnen. Ja, want na de aanval op een uh, Duitse Europarlementariër is dit de tweede aanslag op een Europese politicus in korte tijd. Ja, Han, dit is eigenlijk ook gewoon een aanslag op de democratie. Ja, zeker. Kijk, um, uh, Fritzio is een omstreden um, man in Europa. Hij neemt de lijn van Orbán. Hij is nu voor de derde keer uh, premier. Vorig mm -hmm. jaar dat hij weer terugkwam was eigenlijk onwaarschijnlijk. Want de laatste keer dat hij moest aftreden was omdat hij in verband werd gebracht met allerlei corruptiezaken in uh, Slowakije. Mm -hmm. Dat hij nu uh, weer terug is uh, zegt veel over de wind die door Europa waait. Uh, die je waarschijnlijk straks ook bij de Europese verkiezingen zult terugzien. Namelijk eentje die um, ervoor kiest om meer nationaal, um, uh, meer op het eigen continent gericht. Ja, en een van de belangrijkste keuzes die wordt gemaakt, gaf het net ook al aan in dit uh, uh, hoofdlijn. Akkoord van de Nederlandse regering die er moet gaan komen, is wel of niet steunen van Oekraïne. Nou, Ficio is een man die absoluut geen steun meer ja. wil geven aan Oekraïne en stond ook op het punt om de Slovaakse steun helemaal af te blazen. Maar zijn land is wel lid van de EU ja. en de NAVO, uh, toch is hij pro-Poetin. ja. Um, en dat hoe... was hij overigens ook al in zijn allereerste termijn, 2006 ja, was dat. Hoe verhoudt dit ja. zich dan tot de rest van de Europese. Uh, ja, hij zit nafonden. dus in het kamp uh, um, Orban, zeg maar. Ja. Um, uh, en hij is uh, meer Orban dan, dan Meloni in, in Italië, die gewoon wel met alles meedoet. En um, ja, dat, 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 dat kan nog een hoop problemen mm -hmm. opleveren, want natuurlijk heeft Slowakije uiteindelijk in het buitenlandbeleid, heb je veto's. Uh, daar zou hij zijn veto ook voor kunnen inzetten. Ja. Nou, ik heb geen idee, dat is allemaal nog speculeren. Ik heb ook een beetje gekeken naar de lokale pers daar. Um, uh, of die aanslag die nu gepleegd is gisteren, uh, zou een, een 71-jarige schrijver zijn. Ja. Um, Het ministerie gaat in ieder geval wel uit van een gerichte uh, aanslag. Ja, en hè? dat die ook dat politiek, politiek gemotiveerd ja, zou politieke, zijn. Motieven. Um, en, um, we kunnen niet helemaal. Uh, we weten op dit moment nog niet of heeft dat nou te maken met mensen die het niet, mm. mm -hmm. niet eens waren met zijn Europabeleid. Of mensen die het niet eens waren met zijn nationale beleid. Hij wilde de media uh, de publieke omroep wilde hij afschaffen. Ja. Uh, hij wil het rechtssysteem, de openbare aanklager heeft hij willen beïnvloeden. Uh, hij heeft echt een Corruptie beleid. Wat... Minister, hè? Ja, maar uh, tegelijkertijd wordt hij daar zelf ook mee in verband gebracht. Ja. Er is twee jaar geleden is er een, een journalist met zijn vriendin is in een huis uh, ook um, uh, om, om onder duistere omstandigheden om het leven gekomen. En die deed weer onderzoek naar de banden van zijn partij, Sociaal-Democratische Partij maar wel populistisch uh, partij, uh, uh -huh. uh, weer met die corruptiezaken. Dus we moeten afwachten of het te maken heeft... Als die afsla... ja. uh, 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 of die aanslag met links dan wel met rechts. Ja, dat wat, weten we op dit moment. Over drie weken gaan we naar de, naar de stembus van ja. de Europese Unie. Wat doet deze tragedie voor, de, nou ja, voor Europa? Ja, ja, kijk dat, dat hangt er heel erg vanaf uh, door wie die aanslag uiteindelijk gepleegd is. Ja. en of die, of die politieke motivatie nou juist van links of van rechts... Uh, of ja. dus de kogel van links of van rechts, ik bijna kunnen zeggen. Ja. Fijn dat we het toch even hebben kunnen aanstippen... Bedankt.